Ja, het is wel vaker dat na een wedstrijd dan deze termen vallen, hè? helaas. En dat had meer ingezeten. Ja, het is wel weer het verhaal, maar daar valt jullie weinig te verwijten eigenlijk. Zeker op basis van die tweede helft. Ja, ik denk dat je vandaag wel weer een team hebt gezien. En uh, we de lijn hebben doorgetrokken van uh, vorige week. Maar, ja, wat, uh, we hebben ook kansen gecreëerd, maar uh, ja, we, schieten hem niet, uh, we schieten hem niet binnen. Dan is het extra zuur dat we na afloop, ja, dat je dan ook het bericht krijgt. Achilles heeft wel gewonnen. Dan wordt dat gat ook nog eens kleiner. Die voorsprong. Ja, oké. Okay. Uh, ik denk nu eigenlijk meer aan mijn eigen wedstrijd en uh, Dat komt uh, morgen en zondag wel. Maar ik denk als we deze voet verder gaan, ja, uh, moet ik gaan vallen. Dus uh, ja, dat is mijn gevoel nu. Is het wel een, een realistisch ja, spookbeeld toch dat het, dat het uiteindelijk wel mis kan gaan? Ja, het is vervelend. Het is de realiteit. Je kan er niet voor weglopen. Maar nogmaals, uh, ik denk dat we het niet laten lopen en uh, dat er nu wel een team staat die uh, ervoor wil gaan. Het is niet altijd uh, goed spel. Het voetbal is niet altijd goed, maar ja, yeah, we gaan wel voor elkaar doodvuren. Dus ja. Uh, yeah. En vooral in de tweede helft, ja die slotfase met name natuurlijk maar dan, dan, dan weet je dan ga je ja. volle bak dan moet je pompen zelfs, zelfs Tim Korenmans gaat mee naar voren maar ook daarvoor waren er al ja, als de één ploeg de meeste kansen met afstand heeft gegeerd vanavond waren jullie het ja wat ik zeg het was gewoon uh, we stonden er gewoon en uh, ja enigste wat je ons kan verwijten is misschien uh, kwaliteit in de afronding dat dat uh, beter moet en dan uh, neem je een punt mee en misschien als je eerder scoort dat je hmm. misschien nog eroverheen gaat maar ja Helaas blijft het niet steken op een 0-1 voor de MVV. Jij bent teruggekeerd bij Dordrecht natuurlijk, ook om in het betaald voetbal actief te blijven, maar ook omdat je iets hebt met deze club. Wat doet het met jou? Waar jullie nu staan met Dordrecht? Je hebt ook de mooie jaren meegemaakt. Ja, het doet pijn. Ik zou liegen als ik er niet mee zou zitten. Ik, uh, ja, ik neem deze club mee naar huis als ik thuis ben, denk ik eraan. En uh, ook wat je net zegt: uh, Achilles uh, pak uh, wat puntjes naar de winterstop. Dus uh, ja, ik zit wel, uh, ik, kan, ik durf te zeggen dat ik wel uh, bijna 24-7 met deze club bezig ben. Dan snap je ook de pijn van de supporters die ze vanavond uiten, denk ik, hè? Ja, zeker. Ik uh, begreep dat ik van andere clubs uh, ook mensen zijn gekomen. Clubs die zijn, al zijn omgevallen. Ja, dan uh, wordt, die, wordt dat signaal nog sterker. En uh, ja, ik weet niet, het voelt heel raar. Uh, je wil alles geven en uh, ja het, en dan lukt het niet altijd. Maar ja, als je vandaag ook ziet, je kan niemand wat verwijten. Iedereen gaat ervoor. En, uh, ja, ik hoop dat we gewoon uh, op deze voet verder kunnen gaan en dan de punten wel binnen kunnen halen. Hey, we hebben een rondje gemaakt, ook langs die supporters. Vanavond eigenlijk de meest gehoorde klacht als je ervan kan spreken. Of het punt wat ze aanstippen. Ja, dat was echt altijd een warme club FC, FC Dordrecht. Um, en dat begint minder te worden. Jij loopt hier ook al een tijd rond, bent teruggekeerd. Merk je dat zelf ook dat dat, dat verandert? Of is dat? Voor spelers en mensen die hier werken, toch anders? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat uh, daarbij bij de supporters uh, gebeurt. Ik kom er af en toe, maar niet uh, heel vaak. Uh, ja, hier, uh, ja, Marco is er nog steeds. Die zie ik gewoon elke dag. Uh, Gerard, kende ik de eerste paar dagen voordat ik vertrok naar uh, Go Ahead. Dus die kende ik ook al een beetje. Johan Versluis heb ik nog meegespeeld. Dus voor mij bin op het veld is het gewoon ja, nog steeds hetzelfde. Maar ik denk ook dat de resultaten gewoon meespelen en dat dat uh, heel, heel pijn doet bij de mensen. Het is toch wat makkelijker uh, naar de club komen elke vrijdag als je uh, wat meer wint. Eigenlijk, ik denk dat dat uh, al veel zorgen wegneemt. Ja, dat blijft uiteindelijk toch altijd volgens mij het punt bij elke voetbalclub, waar dan ook ter wereld. Het draait uiteindelijk om de resultaten. Ja, als je. Iedereen kijkt uiteindelijk naar teletext of ergens anders op de ranglijst en dan uh, staan daar de statistieken en dan uh, geeft het aan uh, hoe een team in elkaar zit. En, uh, ja, dit seizoen is het uh, helaas wat minder, maar uh, ik heb nog alle goede hoop dat wij uh, gewoon uh, onszelf erin houden en dat uh, Dordrecht uh, volgend jaar gewoon verder kan bouwen.